Ik ben chef Brok en wij maken Edix, dat is een azijn die geen azijn mag heten, en dat maken we hier in Zomerheide. Mijn vraag is, hoe kunnen we dit bedrijf beter opschalen voor de toekomst? Karl Spijkers heeft ooit gezegd, 33 jaar geleden, ik wil een azijn hebben die niet zo zuur is. Dat is één. Twee, er mag alleen maar verse producten gemaakt worden. Drie, er mogen geen additieven bij zijn. Dus dat is eigenlijk de basis geweest om tot de Edix te komen. De vraag die iedereen stelt, Edix is een azijn die geen azijn mag eten. Dat is om twee redenen. De eerste reden is omdat hij lagere zuurgraad heeft. En een azijn, volgens de Nederlandse Warenwet, moet je minimaal 4% zuurgraad hebben. Ga je fruit toevoegen, dan moet je zelfs 5,2% hebben. Dus, zei de Warenwet, no way, dat mag je geen azijn noemen. Dus hebben wij de Karl Spijkers en Maag in de tijd de naam Edix bedacht. En de Warenwet nam hier genoegen mee. De klanten van Magra Vugts in de tijd en Karl Spijkers waren natuurlijk de toprestaurants. Waaronder de Zwaan, waaronder een aantal grote restaurants in Nederland. Dus hoofdzakelijk hebben zij alleen maar de grote restaurants beleefd. ISBC, Hanels en Vetters eigenlijk niet. Helaas zijn beide 3 maanden na elkaar overleden. En ze zijn er een jaar doorgedraaid, maar het liep alleen maar verder terug. En ja, ik vond het toch jammer, want ik ken het bedrijf al 30 jaar. En met zo'n topproduct, dat kun je natuurlijk niet laten vervallen. Dus heb ik het weer opgepakt. En sinds 1 maart 2013 zijn wij gestart daarmee. Kas die zei altijd, voilà, nu hebben we een product wat je goed kunt gebruiken in de keuken. Chef, je wilt gaan opschalen met je bedrijf. Belangrijk is allereerst denken wat je met je product wilt. Ja. Er zijn 2 mogelijkheden. Je kunt met haren gaan schieten of je kunt gericht te werk gaan. Als je gericht te werk gaat, dan zou ik willen adviseren om een plan te maken, een marketingplan, waar je dingen gaat onderzoeken, zoals de prijs die je gaat vragen, de plaats van waar je uit gaat werken en ook waar je het product zomaar aan gaat bieden en ook een stukje promotie. Ja, wij willen natuurlijk steeds meer. We zitten nu bij de foodservice. Van de foodservice wil ik langzaamaan gaan naar het kleinere supermarkt, de specialistische supermarkt toe. Maar het nog belangrijker voor mij is, hoe kunnen we het in de productie, hoe kunnen we daar opschalen? Want als je dat niet goed doet, dan kun je nog zoveel bedenken, dan zit je met de prijs altijd fout. Ja. Klopt helemaal. Nogmaals, dan kom ik terug op het laten maken van een plan. Ja. En dat plan kun je denk ik op 2 manieren laten maken. Aan de ene kant kun je natuurlijk een zak met geld uit gaan geven aan een commerciële partij. Aan de andere kant heb je ook een aantal scholen, zoals bijvoorbeeld Avans, Fontis en De Has, die daarmee zouden kunnen helpen. En je bedoelt eigenlijk mee een afstudeerproject dan? Dat zullen meestal afstuderen zijn inderdaad. We zijn een heel klein bedrijfje. Ja, dus klopt. Ik noem ook bewust inderdaad die scholen inderdaad, omdat het meestal tegen een laag tarief of zelfs gratis kan gebeuren. Aan de ene kant heb je een stukje advies op maat. Daar betaal je een bepaald bedrag voor. Maar er zijn ook scholen inderdaad die afstuderers op het project zetten. En dan ben je waarschijnlijk iets goedkoper klaar. En misschien zelfs met een kleine onkostenvergoeding dat je al een mooi plan dan gepresenteerd krijgt. Wat je kunt gebruiken om te gaan opschalen. Nou, ik vond het een heel goed antwoord. En ik ga daar ook beslist gebruik van maken. Om te kijken, want natuurlijk, je moet natuurlijk proberen gestructureerd op te schalen. Dus ja, ik ga er heel veel gebruik van maken.